vooruit in het parkeervak parkeren. Ook bij deze bijzondere verrichting moet je al het overige verkeer voor laten gaan. Kijk ook goed naar verkeersborden of het wel mogelijk is om te parkeren in het parkeervak. Het nadeel van vooruit parkeren in het parkeervak is dat je slecht zicht hebt bij het achteruitrijden. De werkwijze bij het vooruit parkeren in een vak aan de linkerzijde is als volgt. Bepaal van tevoren door in de verte te kijken in welk vak je wil gaan parkeren. Stop op de juiste wijze aan de rechterzijde van de rijbaan, tenminste 2 vakken voor het vak waar je wil parkeren. En vergeet niet voordat je stopt op de juiste wijze te kijken en richting aan te geven. Kijk voordat je gaat rijden goed rondom de auto. Kijk in de binnenspiegel, kijk naar voren, kijk in de rechter buitenspiegel, kijk over de rechterschouder, kijk in de linker buitenspiegel en kijk over de linkerschouder. Als de weg vrij is, geef je richtingaanwijzer aan en begin je met een slippende koppeling te rijden. Net voordat je naar links gaat sturen, dien je weer te kijken. Kijk in de binnenspiegel, kijk naar voren, kijk in de linker buitenspiegel, kijk over de linker schouder en stuur in zodra de linker buitenspiegel gelijk is met de linkerlijn van het vak waar je wil gaan parkeren. Dan stuur je in naar links. Op het moment dat de auto recht in het vak staat, zet je de wielen recht en stop je wanneer de auto geheel in het vak staat. Bij het achteruit verlaten van het parkeervak moet je goed rondom de auto kijken voordat je achteruit gaat. Je mag vooruit in een vak parkeren altijd tussentijds corrigeren. Zo heb je de mogelijkheid om toch goed uit te komen.